Hallo allemaal, Daniel de Groot hier van HVBE. In deze video gaan we kijken naar een techniek die een beetje meer gevorderd is, maar die nog steeds bij veel sportscholen voorkomt in de warming-up. Dat is de Granby Roll. Sommige mensen noemen het ook een Birimbolo Roll of een inversie, dat is misschien een betere term. En dat is een beweging die je veel gebruikt om je guard te behouden, om je guardretentie te verbeteren, maar ook om aanvallen te doen, zoals bepaalde beenklemmen of manieren om naar de rug te gaan, zoals de Birimbolo. Heel veel moeilijke woorden. Wil je wat meer leren over Braziliaans Jiu-Jitsu, zodat je een idee hebt waar ik het over heb? Download het e-book, het staat in de beschrijving beneden. Okay? We gaan gelijk aan de slag met de Granby Roll, of de inversie of de Birimbolo Roll, zoals sommige mensen doen. We beginnen zittend. Okay? Ik blijf met mijn hoofd naar de camera toe. Als de camera ook even meegaat naar beneden. Ik blijf met mijn hoofd naar de camera toe. Als ik deze beweging heb afgemaakt, zit ik weer met mijn hoofd naar de camera toe. Dus ik buig mijn benen licht, niet 90 graden. Een stukje minder. Ik pak mijn eigen hamstrings vast en dan breng ik mijn elleboog naar binnen. Nu rol ik. Terwijl ik mijn achterhoofd naast mijn knie breng. Over schouder. En dan kijk ik nog steeds naar de kamer. Okay. Dus pak je dij vast, je hamstrings vast. Rol. Achterhoofd op de mat. Rol, rol, rol. En je zit weer in dezelfde positie. Okay, wat zijn de trucs hierbij? Positie van de elleboog. Let op. Als ik rol, de elleboog waar ik overheen ga naar binnen, dan duw ik mezelf af, breng ik weer de elleboog naar binnen en daarna duw ik mezelf weer af. Elleboog naar binnen, rol, duw af, elleboog naar binnen, rol, duw af. Een ander belangrijk detail is dat ik mijn tenen zo dicht mogelijk bij de mat wil houden. Dus als ik rol, let op de positie van mijn tenen, die blijven op de mat. Ik ben gelukkig redelijk flexibel in deze beweging. Dus als je dat niet bent, probeer dan je tenen zo dicht mogelijk bij de mat te houden. Dus let op. Dat is voldoende. Het liefst raak je met je tenen de mat aan. Dat kun je testen door rustig naar achter te rollen. Kijken hoe ver je kunt komen. Niks forceren natuurlijk. Als je dat redt, dat betekent dat je het ook tijdens de beweging zou moeten redden. Nogmaals, belangrijke beweging tijdens guardretentie. Tijdens wat meer geavanceerde aanvallen van de benen, van de rug. En een techniek die heel veel sportscholen bij de warming-up doen. Wil je nou meer leren over Braziliaans Jiu-Jitsu en wil je beginnen met de sport? Download dan nu mijn gratis e-book. Beginnen met BJ. Daarin leer je een paar van die moeilijke woorden die ik jullie net vertelde. Je leert de belangrijkste posities, submissies, concepten, de regels, de ongeschreven regels. Dus download het boek nu. Link is in de beschrijving en het is tijdelijk gratis verkrijgbaar. Vond je dit een goede video? Laat een like achter, laat een reactie achter, word lid van het kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dank jullie wel.